Goedemiddag, beste sportvrienden. Welkom hier bij Koningshoorn voor de grote prijs van de KBC Verzekering en Jurgen de Duivel. En dan heb ik volgens onze renners nog de mededeling van hier van de organiserende dingen in de eerste vrienden. En de minuut stilte krijgen voor de overleden Romane Snellenaerts. Romane is hier de oprichter en trouwensponsor en eigen voorzitter van de club. Die het gelukkig vorige week van ons is ontnomen. En graag daarvoor een stilte. Tweeën. Dan Ian. Ja, Bart Bergmans.
grote groeien trekken. Wow, man. Onze kopgroep en we gaan hier een samensmelting krijgen met de achtervolgers. Voilà, voilà. Rondetijd in 47. Nog 7 ronden. Volgende ronde opnieuw premie. De volgende ronde opnieuw premie. Vooraan. Dan krijgen we hier nog... 78, nog 7 ronden. Nog 7 ronden en we zijn 5 seconden dichter. Nog 7 ronden. Ja, ja. Door het zakenkantoor van Ivo Andries. 20 euro. 20 euro, jongens. Ja, ja. Even oppassen. Mannen, Wilke! Maya, Nick!
Premie gewonnen door nummer 231. Krijgen we zo. Premie jongens, premie van 20 euro, waardebon van de fietsenhandel Smout. €119. Come on, Sam, come on, hè. Ja, dat is het. 15 koproepen. Dat is wel eens van ons daar. Zet ik al, hè? Nog 4 ronden, jongens. Nog 4 ronden. We hebben 54 seconden. Nog 4 ronden. Rijd maar op, lekker max, mama. Nog 4 ronden. Premie van 20 euro. Premie van 20 euro. Die zijn de pellets. Om de achtervolgers, zo zij komen nog 2 ronden. Ik heb niet goed voor betreft. Nog 2 ronden, jongens. Nog 2 ronden. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Laatste ronde. Ja. Ja, ja. Ja, ja. De 2 groepen bij elkaar. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Een heel andere situatie. In de aanval met de gele nummer 44. Bij de ingang van de laatste ronde. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Philip de Wijngaard, die het aan zijn pad koos. Laatste ronde. Dat is nog een goede laatste ronde, jongens. We hebben onze pilootwagen en dan krijgen we onze renners aankomst, jongens. Aankomst. Aankomst. Aankomst, jongens. Dat is nog een ruk dat zich in laatste instantie heeft weg. Aankomst. Ook de visser die het houdt met de kilo nummer 20. Ja. Aankomst, jongens. Aankomst. Het nieuwe groep. Ja, dat is... We hebben een afwisselende wedstrijd gekregen. Afwisselende topposities. Met zijn 9, met zijn 11, met zijn 7 weg. En dan het laatste, de samensmelting van de 2 groepen. En dan het afmaken in de spurt. Ja, het was een spurt met 3. We waren 2 kilometer aan het einde met zomaar de 3 wegkregen. Maar dat kon een ploeg nog terecht. Tegen gaan veilig dat het een moment was. Hoeveel is de overwinning? De eerste sinds heel lang eigenlijk. De eerste sinds heel lang. We gaan maar proberen onderhandigen. Geef hem een applaus, Geert Hiltjes. En dan krijgen we Tom de Feiter in onze B-categorie. Tom, proficiat ook. Hoeveel is de overwinning voor u? Het is op de eerste. Op de eerste. 2 maal de eerste overwinning. Jongens, zet u naast elkaar. De mensen erbij. Ja, Tom zegt het maar naast toe. We hebben de bloemen. We hebben de fruitkorf. Ja, de groenten. De fruitkorf. Voilà. Bloemkool in tomatensaus. Dat moet mogelijk zijn met zo'n bak. Dat is heel leuk. Ja, ja. Ja, ja. Dan de foto's. Ja. Natuurlijk. Die is eigenlijk. Voilà. Geef ze een applaus. Algemeen overwinnaar. Geef deeltjes. En in onze B-categorie Tom de Feiter.
Wij zeggen nu geen van Ruud, de fiets erbij. Reserve fiets. Ja, reserve fiets. Reserve fiets. Reserve fiets van de overwinnaar. Voilà.